We zijn alweer beland bij de vijfde week van het grote vasten. En deze week staat in teken van het verhaal van de verlamde man. De verlamde man was 38 jaar verlamd. En hij lag aan het water en eens in de zoveel tijd kwam een engel die het water aanraakte. En degene die ziek was en in het water kwam, werd genezen. Maar er was niemand die de verlamde man bracht en hij kon uiteraard ook zelf niet naar het water toe om genezen te worden. Totdat hij in aanmerking kwam met Jezus Christus. En die uiteindelijk ook hem had genezen. We willen dit verhaal van de verlamde man gaan koppelen met Abuna Michael Ibrahim. Ook niet heel lang geleden overleden rondom deze periode. Abuna Michael Ibrahim was een vader voor veel mensen. Hij had veel liefde voor de mensen en hij was ook vol met vrede. Hij diende in nederigheid, in oprechtheid en in Gods vrezen. De spiritualiteit waar wij bij stil willen staan en hoe wij deze twee verhalen willen koppelen is het volgende. De verlamde man was verlamd en toen hij in aanmerking kwam met Jezus, werd hij weer gezond. En zo was het ook met Abuna Michael Ibrahim. Mensen die in aanmerking kwamen met hem, werden gezond. Hoe en op welke manier? Namelijk, er was een begrafenis van de zoon van Abuna Michael Ibrahim. Die kwam te overlijden. Maar Abuna Michael Ibrahim was zo getroost met de Heilige Geest en was zo vol vrede, dat er zelfs mensen naar de begrafenis toe kwamen die treurden, terwijl hij zelf niet treurde. En dat was niet omdat hij gevoelloos was. Nee, hij was nogmaals getroost met de trooster van de Heilige Geest. En er was een priester op de begrafenis en die kwam huilend. En hij was aan het huilen om de zoon van Abuna Michael Ibrahim zelf. En Abuna Michael Ibrahim zei tegen hem van, hey, wij kunnen niet huilen. Als priesters mogen wij niet huilen, want wij zijn juist degene de anderen moeten troosten die aan het huilen waren. Zo krachtig was hij. Dus dat zelfs in die situatie waarin zijn eigen zoon overlijdt, dat hij zo'n troost had van God, dat hij de ander kon gaan troosten, terwijl de begrafenis van zijn eigen zoon was. Een ander verhaal is dat toen hij in zijn dienst vol vreugde, vrede nogmaals was, toen mensen met hem zaten om te biechten, ervaarden ze ook die vrede. Want hij was vrede en als je met hem zat, werd je ook vrede. En mensen wilden niet eens weggaan van het biechten, omdat zij zich zo vredig voelden in het bijzijn van hem. En dat is de les die wij vandaag ook willen leren. Wat ervaren mensen als ze met jou in aanmerking komen? Blijven ze hetzelfde of worden ze veranderd? En niet zomaar veranderd, nee, veranderd voor het betere. Zoals met de verlamde man in aanmerking met Christus werd hij gezond, kon hij weer lopen. Hetzelfde geldt met de mensen die biechten bij Abuna Michael Ibrahim of die bij hem kwamen. Terwijl ze misschien eerst vol met ongeluk en een chaotisch waren, kwamen met hem en vonden ze rust, vonden ze vrede. Laten we bij onszelf nagaan. Wat straal ik uit? Straal ik Jezus uit? Straal ik de vrede en de liefde van Christus uit? Dat als mensen naar mij toekomen, misschien met een probleem of misschien niet, gewoon puur het samen zijn met jou. Gaan ze dan weg met rust? Ervaren ze rust? Ervaren ze vrede? Of ervaren ze iets anders? Om dat te kunnen hebben, zoals Abuna Michael Ibrahim bijvoorbeeld de priester had getroost omdat hij zoveel met troost was, of dat andere mensen hielpen omdat hij zoveel met vrede was. Wat we daarvoor moeten hebben is de liefde van God in ons hart. Want God is rust, God is vrede. Als wij met hem zijn, want dat is liefde, ik wil met hem zijn. Als ik met hem ben in mijn hart, dan verzacht hij mijn hart. Dan raak ik verlicht. Kan ik gezond zijn? Kan ik lopen? En niet alleen dat, kan ik ook anderen helpen om zo het licht te zijn. Om zo de vrede te ervaren. Om zo in aanmerking te komen met Jezus door mij. Dus laten we samen dichterbij komen bij Jezus. In aanmerking komen met Jezus. Gezond worden, zodat we uiteindelijk ook andere mensen gezond kunnen maken. En het verhaal waar ik mee wil eindigen was dat op een gegeven moment was Abuna Michael Ibrahim
heel ziek. En mensen adviseerden hem om niet naar de kerk te gaan de volgende dag. Zijn dokter kwam naar hem toe en zei, hey, blijf gewoon beter thuis. Het was een zaterdagavond. Abu Nami'il Ibrahim zei tegen hem van, hey, morgen is het zondag. Zondag van de verlamde man. Dus ik ben die verlamde man en ik ga morgen naar de kerk toe. Ik ga morgen met Jezus toe en dan word ik gezond. En zo was het. Hij ging naar de kerk toe, bad de dienst en er was niks aan de hand. Die geloof, die liefde, dat is wat we kunnen leren van Abu Nami'il Ibrahim en het verhaal van de verlamde man. Dat we in aanmerking met Jezus gezond worden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week.